Hoi allemaal. Laatst was ik op de Euromast in Rotterdam. Ik had daar een netwerkbijeenkomst, tenminste, van een leverancier van mij. En dat was zo mooi om dan vanaf een hoogte de skyline te zien van zo'n stad. Laten we dat nou vandaag eens gaan tekenen. Skyline van een stad. En misschien moeten we die Euromast er maar bij tekenen. Hoeft natuurlijk niet, maar je kan ook de Eiffeltoren tekenen of... In ieder geval, we gaan de skyline van de stad tekenen. Doe je mee? Ja, skyline. Hoe gaan we dat nou tekenen? Nou, laten we even uitgaan van die skyline van Rotterdam. Nou, daar zijn een aantal belangrijke of bekende herkenningspunten. In ieder geval de wolkenkrabbers in Rotterdam. Maar er zitten wel hele specifieke wolkenkrabbers bij. Dat je denkt van, wat zijn dat voor rare gebouwen? Zoals dat ene gebouw waar een beetje los op elkaar losgestapelde kubussen lijken. Zo. Dit is een beetje zo dat gebouw. Wat schaduw erin aanbrengen. Zo, wacht hier, zo. Voor de rest zijn het allemaal... Kijk, zo kun je heel makkelijk raampjes weergeven. Als je dat op die manier doet. Maakt niet uit hoe die raampjes zijn. Je kan ze natuurlijk allemaal mooi op één lijn zetten of allemaal precies naast elkaar, maar dat maakt voor het effect in dit geval niet zo heel veel uit. En dit is ondertussen best wel een bekend gebouw in Rotterdam. Ja, en jullie horen het misschien. Ik heb een beetje een Rotterdamse accent. Ik heb er nooit gewoond, maar mijn ouders komen uit Rotterdam. Dus vandaar dat ik dat dan toch een beetje heb overgenomen. Die Rotterdamse tongval. Nou ja, het kost even wat tijd. Het bekendste is natuurlijk waar ik het net over had, die Euromast waar ik alles of laatst ben geweest. Die gaan we nog even niet tekenen. Teken eerst nog even een paar andere gebouwen die ook herkenbaar zijn. Dit is namelijk een bekend gebouw. Het loopt namelijk zo schuin. Volgens mij is dat KPN gebouw. Of KPN heeft er gezeten. Dan is dit een donker gebouw erachter. En dit is een beetje spiegelachtig gebouw. En heeft een zo'n hele schuine gevel. Met hier dan weer reclame erin. En het wordt hier wel ondersteund door een grote pilaar, zeg maar. Zo. Dus dat hij niet om kan vallen, zeg maar. En wat kennen we nog meer van Rotterdam? Dat is natuurlijk de Erasmusbrug. Dat is trouwens een beschermd beeld. Als je foto's van maakt, dan moet je daar licentie over betalen. Dat wist ik ook niet hoor.
vraag me dan weer af, hoe zit dat dan als je hem tekent? Maar ja, mijn lijntjes moeten wel helemaal doorlopen. Ik val nu gewoon buiten het veld, zeg maar, met die Erasmusbrug. Het is echt, zeg maar, dat witte gedeelte en de rest zijn natuurlijk, ja, die zie je dus eigenlijk bijna niet. Die zie je wel, deze. Maar die draden, die zie je bijna niet lopen natuurlijk. Ja, dat komt natuurlijk nu met stift, dat je die dan wel ziet. Ik vraag me eigenlijk af of van de andere kant daar dan ook... Nee, dit is hem denk ik toch wel zo'n beetje, die Erasmusbrug. Misschien niet het beste voorbeeld van de Erasmusbrug... Ja, natuurlijk de Euromast. Die kunnen we hier nog wel even bijtekenen. Maar ja, die is dus... dat was vroeger een van de hoogste gebouwen in van Rotterdam. Maar dat is dus niet meer, hè? Nee, dat... wel nog steeds heel herkenbaar. Zo, en dan heb je hier nog een liftje wat heen en weer gaat, naar boven, naar de top. Hier staat tegenwoordig het Rabo-logo, geloof ik. En hier halverwege heb je nog zo'n... Volgens mij is dat de boeg van een schip, de kapiteinshut. Die hebben ze daar aan de gevel gehangen als een soort patrijs of de uitkijktoren. Ja, Rotterdam nog meer. Ja, hele grote flatgebouwen natuurlijk. Ook een bekend, hè? Dat is de, hoe heet het, Hotel New York, waar de Holland-Amerika-lijn van vertrekt, de scheepsdingen. Ik weet niet of ik het zo helemaal goed teken, maar... Ja, je hebt nog de. Die gaan we hier even achter tekenen. De markthal. Dat is eigenlijk een soort tunnel idee. Hè? Nou, hij valt achter, een deel achter de Euromast nu. De markthal, herkenbaar iets. Ja, je hebt nog meer van die gebouwen die ook scheef weer op een ander gebouw staan. Nou, ik zou zeggen, ga zelf eens op zoek naar Skyline. Misschien voor je eigen dorp of stad. Ga dat eens proberen uit te tekenen. Kan natuurlijk ook helemaal een schaduw. Ik heb hier natuurlijk raampjes in getekend. Nou ja, je kan het met streepjes doen, met puntjes. Je zou ook nog kunnen kiezen voor, als je een flat hebt, gewoon vierkantjes erin. Of juist alleen de schaduw, zie je? Het geeft ook een leuk effect. Dan heb je toch het idee van raampjes. Ik zou zeggen, succes en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.